vandaag heb ik een nieuwe bullet journal video. En laten we zeggen, we hebben de maand februari weer allemaal overleefd. Goed gedaan, jongens. Dus voor deze video ga ik gewoon laten zien wat ik voor maart heb. Sit back and relax, take some tea and watch with me. Ik merk dat ik een beetje rustig, heel rustig praat in deze video. Maar dat komt denk ik ook deels omdat mijn moeder nu aan het slapen is naast deze kamer. Maar ik hoop dat het niet stoort dat ik heel rustig ben. Ja, in de maand februari heb ik niet een nieuwe bullet journal gekocht ofzo. Dus ik heb gewoon nog steeds deze. Ik zal even het linkje in de beschrijving doen van waar ik dit heb gekocht. Nou ja, mijn moeder heeft het in de winkel gekocht, maar waarom zou ik het bestellen? En mijn eerste pagina van maart begint gewoon met... Ik weet, ja, het is gewoon leuk om de maand met een beetje een leuke tekening. Dus deze keer heb ik geprobeerd om het een beetje fleurig en de bloemetjes te doen. Dus je kunt zien dat ik een poging heb gedaan om creatief te zijn. Ik moet zeggen, ik moet wel echt mijn best doen om dingen bij te houden. Want ik vind dat oprecht echt heel lastig. Omdat je hebt gewoon je Netflix tracker, je hebt je habit tracker, je hebt je uren van slaap, je mood tracker, je geld. Je moet zoveel per dag bijhouden dat ik echt soms vergeet ik het gewoon. Nu ook met school en examen. Op de volgende pagina heb ik special events in March. Ik vind het nog steeds wel leuk om die special events ook gewoon bij te houden. Zodat als ik terugblader dat ik gewoon kan zien van, oh ja, dit was deze maand gebeurd. Dit heb ik allemaal gedaan met vriendinnen of met mijn familie of whatever. En hierna is mijn expense tracker. Wat ik merkte bij mijn vorige twee maanden als ik die expense tracker had, dat ik er maar één had. Ik had maar één pagina gemaakt, zeg maar. En dan ging ik de volgende pagina met iets anders verder. Maar ik had eigenlijk altijd dat ik uiteindelijk niet al mijn dagen erin kon zetten, omdat het gewoon te weinig ruimte was. Misschien schrijf ik te groot of ik geef gewoon te veel uit. Maar ik dacht nu, oké, ik doe gewoon twee pagina's. Dan heb ik in ieder geval voldoende ruimte om het in te zetten. Dus vandaar dat deze twee pagina's is deze keer. Daarna heb ik ook weer mijn sleep tracker. En de vorige keer had ik dus eerst alleen een lijn zo getrokken. Tot gewoon zo ver mogelijk van alle dagen. En toen had ik nog op een gegeven moment dat de dagen daar stopten. En er nog meer dagen in de maand zaten. Dus ik moest daaronder verder. Dat heb ik nu alvast getekend, geschreven. En ik vond het op deze manier vond ik het wel fijn. En daarnaast heb ik gewoon weer mijn mood tracker. Omdat ik die ook heel leuk vond om bij te houden. En ik vind deze twee gewoon heel leuk samen staan ook. Daarnaast heb ik mijn moods uitgeschreven. En soms heb ik wel een andere mood. Soms heb ik wel een ander soort mood. En dan schrijf ik dat er gewoon bij. Als ik denk van nou, weet ik veel. Als ik me ineens heel erg supernatural of intense voel of zo. Dan kan ik het gewoon bijschrijven. Mijn habit tracker verwisselt af en toe een beetje. Want ik heb zeg maar soms gaande de maand denk ik, oh, dit is eigenlijk ook wel leuk om bij mijn habit tracker aan de zijkant te schrijven. En soms kom ik erachter dat ik iets wat ik erbij heb geschreven eigenlijk niet zo vaak doe. En daarnaast heb ik things I got in March. Dit heb ik in februari niet gedaan en in januari wel. Dus ik wil kijken of ik het nu weer kan bijhouden. Ik vind het wel gewoon leuk om te zien wat ik voor mezelf koop. En ik moet het ook wel een beetje beter bij gaan houden van dat ik niet te veel voor mezelf koop. Want het is natuurlijk wel leuk om dingen te shoppen. Maar ja, ik heb hier ook geen baan. Dus ik moet wel even rustig aandoen. En daarnaast heb ik mijn Netflix tracker. Voor ook in februari heb ik deze niet gedaan. Omdat ik in januari bedacht van shit, ik kijk echt veel te veel Netflix om dit bij te houden. Maar ik ga het gewoon proberen. Music of the Month. Dan zet ik gewoon als ik een nummer tegenkom waar ik echt verliefd op word. Dat zet ik dan in deze lijst. En dan heb ik zo'n lijstje van nummers. En daarnaast heb ik gewoon mijn week. En die week ga ik gewoon aanhouden. En het is gewoon een soort simpele agenda week. Want ik heb ook gewoon een normale agenda. Die ik gewoon voor mijn examen gebruik. En mijn bullet journal gebruik ik zeg maar dan voor ja, mijn leukere persoonlijke dingen. Want voor school is het minder praktisch vind ik. Dus ja, dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ondanks dat het een beetje een simpele video was. Vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren. En allerbelangrijkste nog wel een leuke comment achter te laten over wat ik misschien voor mijn volgende maand echt in mijn bullet journal moet zetten. Of gewoon iets wat je met me wilt delen. Want dat vind ik ook altijd leuk om te horen. En tot de volgende keer. Two drifters off to see the world. There's such a crazy world to see.